niet dat we het van plan zijn. Jullie hebben het wel over gehad. Nou, ik heb gezegd, ik zou zoiets nooit doen. Mm-hmm. En als dat is de manier waarop jij jezelf voorop wil zetten, dan is dat de manier waarop je jezelf voorop wil zetten. Mocht je zoiets willen doen. Maar, terugkomen naar de vraag? Nee. Maar je weet dat ik dat nooit zou doen, Ger. Kijk, en Merel? Is? Ik zou liever, op zo'n moment, zou ik teleurgesteld met een mes in mijn rug naar buiten gaan. Maar, en dat ik jou naar buiten zou stemmen om een bepaald risico uit te sluiten. Een mes in je rug? Als je op me zou stemmen. Nee, maar daar gaat het niet om. Want ik heb altijd uitgesproken, ik zou nooit op je stemmen, ik zou nooit op een Merel stemmen, nooit op een Vreen stemmen, nooit op een Hiske stemmen. Nooit. Never, nooit niet. Ondanks dat we in de clinch liggen, zou ik nooit op je stemmen. Ook niet op een Merel. Never. Maar ik heb het vandaag echt heel vaak gehoord. Dat wij op je gaan stemmen. Nou, in ieder geval dat daar iets over gezegd is, inderdaad. Dan zou ik me maar zorgen gemaakt. Nee, maar daarom vraag ik het ook. Maar heeft Merel ook daar niks over gehad? Niet dat ze dat van plan is. Nee, dat ze van plan is, maar hebben jullie het daarover gehad? We hebben het wel over stemmen gehad. En kwam mijn naam daarin voor? We hebben het ook wel eens over jou gehad. Want? Maar dat we dat nooit zouden doen. Dat was op het moment dat jij voor Shelly aan het pleiten was. Mm-hmm. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, nou, het moet niet zo zijn dat er zometeen een ander kamp gaat vormen. Mm-hmm. Maar Ger, ik ga niet op je stemmen. Merel gaat niet op je stemmen. Maar wat me niet bevalt, is je gedrag op dit moment. Maar waarom bevalt het je niet? Ah, Ger, je bent gewoon dingen aan het doen die je normaal gesproken nooit doet. Ja, maar dat was niet de vraag. Maar waarom bevalt het je niet? Nou, omdat je nu in één keer veranderd bent, Ger. Nee, maar... Er komt een finale aan. Er komt steeds meer geld komt er in de pot. En jij begint ineens te werken. Grote vriend, Ger, je hebt zelfs van jezelf al uitgesproken dat je gewoon geen werker bent. En dan begin je spontaan koffiezetautomaten schoon te maken. Je begint snackwagens schoon te maken. Je gaat lang door. Terwijl je normaal gesproken lag je in principe gewoon in de tent. Oh, dat is wel heel erg... Oké. Maar wat is er bij jou dan dat je zegt van, nou, dit vind ik echt niet kunnen? Stel je voor, ik zou dat doen. En ik doe dat. Waar blame ik jou mee? Waar is mijn negativiteit naar jou toe? Als ik nu zeggen dat ik Harry ben en dat ik een totaal ander leven ga leiden, wat heb ik jou daarmee? Ik vraag me de hele tijd af wat je motivatie is. Nee, maar wat heb ik jou daarmee? Ik weet wat jouw motivatie is. Nee, maar wat heb ik jou daarmee? Wil jij dit? Om de hele tijd met iemand om te gaan die gewoon in een ander lichaam is gezet. Ja. Jij bent gewoon Gerrit en je bent voor jezelf niet echt een werker. Dus ga je dan richting een finale waarbij veel geld in het pot niet in één keer erop. Maar je moet ook niet gaan denken en zeggen dat ik nooit iets heb gedaan. Dat is bullshit. Nee, maar dat is bullshit. Praktisch niks. Nee, maar dat is bullshit. Jongen, nee, dat weet ik. Kijk, dat ik niet zo'n harde werker ben als Jesse en Merel, dat weet ik. En daar ben ik ook altijd voor eerlijk voor uitgekomen. Maar als fucking schimmel op die fucking vloer zit en zij zijn er fucking helemaal gestrest door. En zeggen van, joh, zal ik anders even helpen? En zeggen van, joh, is prima. Wat de fuck is daar erg aan? Daar gaat het niet om. Nou, daar gaat het blijkbaar om. Dat zijn allemaal houdingen die je normaal gesproken nooit zou doen. Nee, maar omdat ik dat in jouw gedachtepatroon dat nooit zou doen, is het dan fucking erg dat die vrijwagen schoonmaak? Is de motivatie nee, maar je hebt een half jaar lang in een schimmeltent gelegen, man. Die heb je toch ook niet schoongemaakt? Maar oké, even terugkomen naar de vraag. Waar heb ik jou mee? Wil je zo graag de finale winnen dat jij... Ik ga de finale niet verliezen, dus daar hoef ik me niet zo druk om te maken. Okay. Maar ik heb geen zin in om met iemand om te gaan die gewoon op dusdanige manier aan het veranderen is. Mm-hmm. Daar heb ik gewoon niet zo heel veel zin in, Ger. Je zal niet van me verliezen. Nee. Ik ben geen partij voor jou. Nee. Weet je wat dit, Ger? Ze gaan kijken naar vanaf het moment dat iemand is binnengekomen. En jij kan heus wel in je hoofd hebben, wat je dus ook al hebt uitgesproken, joh, die musketeerstijd, dat ze mensen dan al lang weer vergeten. En dat klopt, dat heb ik zelf ook gezegd. Toen ik het laatste half jaar in Utopia 1 niet heb gedronken, dat waren mensen uiteindelijk ook vergeten. Alleen, bij dit soort dingen werkt dat gewoon niet zo. Wat wil je nu dat doen? Wil je dat ik nu tot 11 uur in mijn nest ga liggen? Heb je dat liever? Dan doe ik dat. Ja, dat moet je inderdaad lekker doen. Nee, maar ik snap het probleem niet echt. Van, stel je voor als ik een vrieswagen schoonmaak of dat ik iemand aanspreek. Nee, ik snap de motivatie niet. Nee, maar oké, maar dat is prima. Maar is dat fucking erg? Slaap je daar minder om? Is dat echt dat het echt jou dagelijks bezighoudt? Nou ja, ik begin wel te twijfelen op dit moment aan praktisch alles wat je op dit moment aan doet met je.
Mm-hmm. Ja. Maar als uiteindelijk de oprechtheid erachter. Maar als uiteindelijk het resultaat prima is en dat het schoon is of mensen gaan wel werken. Nee, daar gaat het me dus niet om. Okay. Daar gaat het me dus niet om. Het gaat mij om de intentie. Wat is de intentie? Wat is de motivatie? Mm-hmm. Leg het me eens uit. Maar waarom? Yes. Maar waarom nu anders, Ger? Geef me daar nou eens antwoord op. Maar Jess, waarom drink jij niet hier in Utopia 2? Ja, omdat ik me daar eens gek ga gedragen. Oké. Okay. En dat is niet goed voor? Voor mij. Als? Waar kwam je mee binnen? Met een boot. Ja? Als om... Jij wou? Utopia. Utopia van het jaar worden, toch? Speelde dat ook niet mee? Dat je dan niet wou drinken? Nou, überhaupt wil ik mezelf niet als een drinker opzetten. Want... Maar in Utopia 1 heb je het wel gedaan. En een hele lange tijd. Een half jaar van tevoren ben ik gestopt. En dat was ongeveer in januari ben ik gestopt. Dus toen hadden we net de Utopia van het jaar gehad. Mm-hmm. Ja. En uiteindelijk ga je Utopia uit, dan drink je wel weer. En dan kom je Utopia 2 binnen en dan drink je niet meer. Ja. Waarom doe je dat dan? Waar is dan de motivatie van dat? Omdat ik hier met andere dingen bezig ben, Ger. Ik ben hier vanaf dag 1 er binnengekomen. Vanaf dag 1, daar gaat het om, ben ik hier binnengekomen om iets op te bouwen. Mm-hmm. En daarom drink ik niet, want als ik ga drinken, dan lig ik 's ochtends langer in mijn bed. Dan doe ik dit niet meer, dan doe ik dat niet meer, dan word ik geïrriteerd, dan ga ik domme dingen roepen. En ik ben hier om iets op te bouwen, Ger. En daarvoor is het voor mij verstandig om niet te drinken. En dat gaat me hartstikke goed af. Maar dat doe ik vanaf dag 1, met één slippertje in de boot na. En dat is heel wat anders dan iemand die pas sinds een paar weken anders begint te doen, hè. Die 15 maanden lang een bepaalde houding aan heeft genomen. Maar dat deed je toch ook om Utopia van ja te worden? Om je zo goed mogelijk op de kaart te zetten om die titel te winnen? Tuurlijk wil ik die titel winnen. Ja. Tuurlijk. Maar ik doe het al vanaf dag 1, hè, Ger. Mm-hmm. Ik doe het al praktisch een jaar lang. En dat is vanaf dag 1 mijn motivatie geweest. Ja. Ja. Ja, en dat vind ik dusdanig anders, Ger. Maar ik ja, dat is prima. Wat is je intentie? Waarom? Je ziet toch zelf ook dat je allemaal dingen doet die je normaal niet deed. Hoe ben ik nou helemaal gek geworden? Kom op nou. En maar, is dat gewoon omdat je een goed afscheid wil nemen? Dat je uiteindelijk herinnerd wil worden als iemand die toch wel links-rechts meehelpt en mensen blij maakt en mensen aan het lachen maakt? Of wat is de motivatie? Nou, volgens mij maak ik mensen wel blij. En zeker mensen die ook goed voor mij zijn. Daar ben ik hartstikke goed mee en dat vind ik ook prima. Mensen waar ik niet zo goed mee ben, dat interesseert me allemaal niet zo heel veel. Ja, en als ik een keer wat schoon wil maken, bijvoorbeeld die, wat ik ook al tegen jou zei destijds, naar die koffiezetapparaat. Ik heb gewoon een periode dat ik denk van ja, nu gaat dat koffiezetapparaat schoongemaakt worden. Klaar, punt. En dat, daar drink ik ook heel veel uit. En gasten komen er, dan maak ik hem schoon. En als iemand anders het niet doet, nou, dan doe ik het. En dan zeg ik, dan spreek ik Lex erop aan van, joh, hij is nu helemaal schoon, zou je hem bij willen houden? En dan is dat prima. En dan is dat goed. Wow, big deal. Nee, maar dit soort schoonmaakproblemen hebben we al. Ook vanaf dat jij weer binnengekomen, vanaf dat ik weer binnengekomen. Ja, maar nooit heb je erom bekommerd sinds een paar weken. Ook, maar yes. Maar yes. Zeg antwoord daar nou eens. Dat is mijn antwoord. Als ik iets wil schoonmaken, dan maak ik het schoon. Ondanks dat het me... Waar is dat dan ineens vandaan gekomen? Wat lieve schat, als ik iets zie, wat ik denk van, daar irriteer ik me aan, of weet ik van wat, of ik zeg er iets over, van joh, oeh, dat is niet schoon, of ik heb een gesprek met jou erover, nou, de koffiezetapparaat is al dagenlang niet schoongemaakt. En dat wordt dagenlang weer niet schoongemaakt. Dan denk ik van, nou, dan doe ik het wel. Prima. En er zit niet de motivatie achter dat ik de finale wil winnen. En hoe en wat. Want ik weet net zo goed als jij dat als ik nu de financiën ga doen, dat ik nu een markt ga runnen, dat ik nu alles erop en eraan ga doen. Mensen weten hoe ik ben. Dat roep ik ook al de hele tijd. Van joh, mensen weten precies wie ik ben. Ik loop hier 17 maanden rond. Mensen weten wat mijn karakter is, hoe ik ben en waar ik goed in ben, waar ik minder goed in ben. Dat is prima. En ik ook. En dat is de reden waarom ik erop aanspreek. En dat is, ik zie dat niet meer. Nee, maar en dat is geen big deal. En uiteindelijk, joh, als ik Brandon en Milene wil helpen met die car, dan helpen die met de car. En dan wil ik eigenlijk helemaal geen verantwoording tegenover jou af te leggen. Van, ja, nou yes, ik heb nu de frietwagens gewoon gemaakt. Het is een beetje een raar gedrag voor mij. Ja, maar het was echt heel veel schimmel. Dus dat je niet denkt dat ik met de finale bezig ben. Nee, maar weer dat nou, normaal zou je er gewoon vrolijk voorbij lopen. Wie? Dat zeg jij? Ah jongen, ik ken je toch ook al zo lang, net zoals dat ik kijk hier al zo lang kent, Gert. Dat is toch, dit kan je gewoon, dit kan... Gozer, oké. Gozer, zal ik het even anders vertellen. Die vliegwagen staat daar. Welke camera's staan erop? Daar staan twee camera's. Waar ben ik voornamelijk geweest? Op de grond, yes. Ik doe niet van, oh, hey, oeh, vies, oeh. Oh, nou, ik heb even iets vies gemaakt.
Dat interesseert me niet. Jij weet ook wel dat dat niet zo werkt. Het interesseert me niet. Dit is mijn antwoord. Het interesseert me niet. Jij weet ook wel dat dat niet zo werkt. Nee, maar gozer, het interesseert me niet. Het is, we gaan er niet uitkomen, want jij wil het niet toegeven. Het is goed. Nee, maar oké. Okay, maar je vraagt naar mijn mening, maar ik moet het toegeven. Gozer, ja. Yes, ik vertoon een raar gedrag. Ja. Omdat ik er goed op wil staan voor de finale. Want ik wil de finale winnen. En daar ga ik ook alles aan doen. En daarom ga ik de laatste weken ga ik schoonmaken. Ga ik alles goed zetten. Wil ik mensen aanspreken op hun werkgedrag. Dat. Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Ja, je snapt wel op welke manier je het doet. Het is goed, man. Maar weet je wat jij moet doen? Ja, maar ik heb toegegeven, toch? Doen wat je zelf wil. Maar dat doe ik ook zeker wel. Dat hoef je ook niet te benoemen. Dat doe ik wel. Jongens, zolang jij jezelf in de spiegel uit wil kijken en jij het aan jezelf kan verkopen, dan denk ik dat jij gewoon heel erg goed bezig bent. Nou, top, dankjewel. Ik wil je daarvoor feliciteren. Dankjewel. Lekker bezig, Pik. Dankjewel. Ja, top. Ja.